Jeroen Rijsdijk, gefeliciteerd. De 4-1 overwinning op Excelsior. Staat hier een tevreden trainer? Ja, op basis van het resultaat en na deze roerige week ben ik zeker tevreden, ja. Wat stemt jou het meest tevreden aan deze middag? Nou, uiteraard was er maar één antwoord nodig vandaag. En dat was een strijdbare ploeg die vol energie voor de 3 punten ging. Die heb ik gezien vandaag. En uiteindelijk win je ook de 3 punten. Dus dat is dubbelop. Dus die energie die we gevraagd hebben aan de voorkant, samen met het plan wat we met elkaar hebben gemaakt, dat klopte vandaag. Jullie hebben natuurlijk een hectische week achter de rug met en veel wedstrijden die verloren gingen en dan het ontslag van Ole Tobias. Jij gaf ook in de voorbeschouwing al aan van het is wel lastig om die focus dan op het voetbal te houden. Waar heb je nou vooral op gehamerd wat je vandaag wilde terugzien? Nou, vooral team. Dus we wilden een team zien die voor elkaar ging strijden. Vanuit een plan. Hè. Je kan niet blind gaan rennen. Dus we hadden een tactisch plan. Met daarbij ook de opdracht om energie te leveren. En als je dan vraagt aan spelers wat is nou energie. Dan geven ze allemaal net even een ander antwoord. En dat is prima. Want iedere speler is weer anders. Dus de ene die gaat nog meer in de coaching zitten. De ander gaat zijn duels nog feller en harder spelen. En dat geldt dus voor iedereen weer anders. Maar ja, ik heb gewoon een team gezien die er stond vandaag voor elkaar. Inclusief de wissels, inclusief de staf. Het was, dat was het enige antwoord wat we konden geven na deze roerige week. Wat zegt dit nu met het oog op de wedstrijden die gaan komen? Ja, we gaan in eerste instantie genieten van deze overwinning. Want dat was fijn na deze gekke week. En nu zullen we door moeten pakken. Je hebt gezien dat we echt kunnen voetballen. Dat hebben we de eerste helft van de competitie ook gewoon laten zien. Maar als we daar gewoon deze energie bij kunnen gieten, dan kunnen we gewoon weer groeien naar het team wat we voor de winst op waren. Is dat ook net hetgeen wat misschien ontbrak in die duels met een Helmond Sport, met een Cambuur, met een Volendam? Ik had soms vanaf de tribune het idee dat het net niet altijd met het mes tussen de tanden was. Ja, uiteindelijk is dat gewoon lastig om terug te kijken. Volgens mij moeten we dat ook niet doen. Volgens mij moeten we vooral vooruit kijken. En dit is een 3 punten die voor iedereen lekker is. Voor de club, voor het team en voor elk individu. Dus geniet ervan en succes naar volgende week.